wil graag een interview houden met 4 vragen. Wat doe je graag met buitenspelen, Jesser? Nou, ik buitenspel altijd. Speel ik boven, speel ik trefbal en beneden speel ik alleen op, dat speel ik alleen op donderdag en dinsdag voetbal. Maar op die andere dagen speel ik gewoon, dus speel ik gewoon een tikkertje. En wat voor voorwerpen gebruik je dan als je dat speelt? Heel soms scheppen, soms mijn handen om te tikken natuurlijk. En soms als ik mijn bal mee haal, dan speel ik altijd waar de fietsjes zijn, dan speel ik altijd het ahit. En welke dingen op het schoolplein zou je willen veranderen? Wat zei je? Welke dingen op het schoolplein zou je willen veranderen? Ik zou veranderen dat we elke week mogen voetballen. En natuurlijk, want we hebben altijd van die, we moeten altijd scheppen pakken voor dat goaltje. En dat is juist irritant, want dan weet je niet of het lat is. Dus daarom wil ik die goal die daar staat, wil ik ook net zoals hier bij die goal, in plaats van scheppen. Oké, dat was het. Doei.